De partij begint indrukwekkend met een alley-oop van Jean-Marc Nouema. Dit is genieten. De assist van Tim Black vertrekt van op de eigen speelhelft en scoren om in te kaderen. Dat is ook de volledige prestatie van de Giants in kwartier en 2. Tim Black met de drive. De bezoekers lopen uit naar 8-11. Het is echt een mooi schouwspel in de Spiridome. Biggs met de 3-punter. De Giants lopen maximaal 9 punten uit. Halfweg houdt ze daar nog 7 van over. 28-35, halfweg in de Spiridome. Daar valt niets op aan te merken. Maar dan is daar dat voor de Giants vervloekte derde kwart al zo vaak dit seizoen. Lijken de Giants daar volledig de pedalen te verliezen. Dat is nu niet anders. Kasteels vraagt een time-out, maar wil daar liever geen pottenkijkers bij. What did we talk about? Charleroi zet een reeks van 23 punten neer tegenover amper 3 voor de bezoekers. Van 7 punten voor gaat het naar 13 punten achter op nog geen 10 minuten. Wat is dat toch, de Giants en die derde quarter? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat inderdaad een probleem is als je elke keer zo uit de kleedkamer komt. En ja, thuis kunnen we dat dan misschien nog rechttrekken, maar hier op verplaatsing niet. En dat is ook de reden waarom we staan waar we staan, denk ik. Ik denk dat we op dit moment niet hoger moeten ambiëren als je op verplaatsing... Oké, Charleroi is geen makkelijke wedstrijd, maar je moet op verplaatsing toch eens een wedstrijd beginnen winnen om te klimmen in die rangschikking. En daar zijn we niet klaar voor. Thuisploeg kan de partij controleren. 77-64 wordt het. De Giants uit en thuis, het blijft een wereld van verschil.